Welkom bij A2 Actueel. U kunt zich voorstellen dat er in de grond heel wat kabels en leidingen zitten. Nou, als je een tunnel gaat graven, dan kan dit voor heel wat problemen zorgen. Maar hoe wordt dit nu eigenlijk opgelost? Het verleggen van kabels en leidingen is een ontzettend omvangrijk gebeuren. We hebben te maken met ontzettend veel verschillende partijen. Op de eerste plaats hebben we natuurlijk te maken met de netwerkbedrijven. Zoals WML, zoals Enexis, zoals Zico, KPN. En zo kunnen we er nog een aantal opnoemen. We hebben te maken met de vergunningverlenende instanties voor de netwerkbedrijven. En dat is onder andere de gemeente die toestemming moet geven om de kabels en leidingen op een andere plek te leggen. Netwerkbedrijven zijn zelf eigenlijk volledig verantwoordelijk voor hun eigen verleggingen. Dus in principe zouden ze niks met ons hoeven te doen. Maar omdat er zoveel werkzaamheden tegelijkertijd spelen, is het toch wel belangrijk dat dat goed gecoördineerd wordt. Nou, die coördinerende taak die heeft het projectbureau onze opdrachtgever aan Avenue 2 gegeven. En daar zijn wij dus verantwoordelijk voor. De coördinerende taak houdt in dat we dus de planningen goed op elkaar afstemmen, dat we de tracés goed op elkaar afstemmen, dat we de communicatie naar de omgeving door één partij uit laten voeren en dat is Avenue 2. En dat we ook de verkeersafzettingen bij afzettingen van straten, dat we die ook door één partij uit laten voeren en dat is Avenue 2. Tegen welke technische problemen lopen jullie aan? We moeten nieuwe tracés zoeken. Al die kabels en leidingen die verlegd moeten worden, moeten op een andere plek komen. Dus dat was wel een sterk aandachtspunt wat heel veel inventiviteit heeft gevergd. Maar ook, hoe ga je de tunnel kruisen? Onder de nieuwe tunnel kun je niet zomaar een kabel onderdoor boren. Daar is de grondslag hier niet geschikt voor. Tijdens de tunnelbouwwerkzaamheden kun je daar geen kabel overheen hebben liggen. Dus dat is ook een heel gepuzzel geweest hoe we dus de tunnelkruisingen, hoe we die gerealiseerd hebben. De A2 is meer dan alleen maar bouwen, want sommige mensen worden zelfs geïnspireerd door deze werkzaamheden. U maakt schilderijen met als onderwerp de bouw van de tunnel. Waarom? Ja, omdat ik gefascineerd ben door wegen, door hoe wegen lopen door een landschap. Ik vind het knap hoe dat gemaakt kan worden. En dan die hele grote machines die daarbij gebruikt worden. En hierbij, ja, ik woon hier vlakbij die A2, dus je kunt er niet onderuit. Je wordt er zo mee geconfronteerd. Hoe gaat u precies te werk? Hoe begint u? Ik begin met foto's maken. Ook omdat het die grote machines zijn, wil ik ook weten hoe ze in elkaar zitten. Ik wil geen onzin. Moet wel kloppen. U gaat, denk ik, dan tot het eind dat de tunnel klaar is, gaat u hiermee door? Dat is mijn plan, ja. En dan, ja. Nou ja, dan zou ik wel een tentoonstelling ergens willen. Gaat u binnenkort naar Maastricht? Kijk dan op maastrichtbereikbaar.nl voor filemeldingen en omleidingen. Wilt u de uitvoering van de groene loper voor A2 Maastricht volgen? Kijk dan op a2maastricht.nl.